Gewoon eetbaar, hè? Eetbaar. Dean, weer gelukt. Willen jullie er nog één? Kan hoor. Nee, nee, weet je wat ik nu wil maken? Ik wil de sushiburger maken. Sushiburger. Jij ook? Even denken, even denken. Laat hem even nadenken. Was even mijn handen, doen we het opnieuw. Zet maar een nieuwe plaat neer. Nieuwe plaat. Wat zegt hij nou? Ja, hij is gek. Nee, we gaan een sushiburger maken nu, Dean. Nieuwe plaat, ik wil een nieuwe plaat. Die hoef je niet te rollen. Let op. Is het ook echt, doen we het dan ook echt tussen twee buns? Kijk, voor mij moeten we het zo doen, ja. Nee, ik heb hem. Ik heb het zo. Cirkel, rijst. Cirkel. Nee, 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 nee. Jawel, jawel, jawel. We kunnen, oh, nee, ik zat te denken, buns. Ja, de buns. Oh, je wil echt het broodje gaan gebruiken. Rijst, zalm, et cetera. En dan doe je zo'n strookje. Heb jij nog een burger over? Zo'n klein strookje, bind je hem bij elkaar. Op de onderkant. Dit is serieus eetbaar. Ik heb niet. Kunnen we die er even pakken? Tuurlijk. Productie, productie. Redactie. Fork. Redactie. Fork. Nog even hoor. Oh nee, what the fuck. Ik weet niet of mensen dat konden horen. Ik ga daar nu niet in de buurt komen, ik ga weer over mijn fucking nek dadelijk. Hij zegt echt. Jezus Christus. Oh. Dit is niet normaal. Die neemt weer een scheet aan de hand. Hij maakt weer een fucking scheet. Als een fucking gek. Hoe is die, Bob? Eetbaar. Nee, ik bedoel de scheet. Dan krijg je nog niet. Zie je? Jezus. Zit geen geur aan. Oh nee, daar komt hij. Ik ben er niet aan het ruiken. Ah nee, hij komt mijn kant op. Hij weet dat ik het kut vind. Hij heeft hem naar mij gestuurd. Hij ruikt angst. Ja, ik ben er niet bang voor. Ja, domme joh. Heel die fucking cholera-tafel de hele tijd. Oké, Dean. Ja, ramen open. Wacht even. Ja, inderdaad. Even een fucking raam open. Ik heb allemaal shit op mijn shirt. Kan gebeuren. Oké, mijn idee was burger. Ik heb het idee dat het niet... Zit nou eens niet zo... Nee, je gaat hem... Nee, doe nou niet. Alsjeblieft niet. Ik heb het idee... Alsjeblieft. Ik weet al wat ik ga doen. Ja, nee, dit is top. Ik heb het idee dat het niet aan ons is wat er gaat gebeuren op dit kanaal. Nou, niet vandaag in ieder geval. Kijk eens even. Dean, volgens mij... ga jij hier een sushi doen. Heb ik gelijk? Hij gaat ook niet antwoorden. Nee, laat hem even. Hij is geconcentreerd. Voor de kijkers die niet weten met wie we hier te maken hebben. Sowieso uitroepteken gast. Dan kan je dat doen. Maar deze man blijft te alle tijden... Wow, miniburger. Ja, dat is hem. Nee, nee, nee. Dat is de sushi. Dat is hem. Hij heeft het weer gedaan. Doe hem even in de sojasaus dan, Dean. Nou. Dit wordt een sushi. Oh, ik dacht dat het hem al was. Is dat sushi? Wow. Maar wat nou, kijk, maar wat nou als we dit doen, Dean? Let op. We hebben hier sushi. Deze kan hierin. Kijk. Best op boven. Hoe vet is dit? Die zat hier. Ik wil een andere sushiburger. Dat kan nou, we kunnen gewoon voor de rest van de stream sushiburger gaan maken. Mijn hele idee van mijn burger is nu een galamiezen, want er zit een gat in en er zit al een stuk ander sushi in. Het is een donut. Het is een donut, sushi donut geworden. Dean, laat me even uit wat je hier aan het doen bent, want het lijkt erop dat het alweer niet goed gaat. We zijn net op het punt aangekomen dat we in de hele stream niks gaan bereiken. Ik ben echt flink aan het denken, joh. Wil je nu eten? En hier wat? Dus we zetten een mini-burger, die omsingelen we door rijst. Dit is een mini-burger, dames en heren. Gasten ziek racistisch, ja mee eens. Waarom maak je een gat in de burger? Hou hem even in je broek. Je weet niet wat het om gaat, hè? Dit zit sushi. Oh, daarom noem dit een donut. Dean heeft net in de fucking badkuip gepoept. Ja. en ik heb geen badkuip in dit huis. Ik begrijp niet hoe je dat... Ik weet niet hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Je hebt er geen meegenomen of zo. Het is heel raar. Wil je een beetje avocado erbij? Nee, 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 nee. Oh, nee. Dat is echt mooi. Het was echt een hele mooie. Dit komt nooit meer goed, hè? Het komt nooit meer goed. Oh, nou, ik moet zeggen... Nee, afblijven nou, Bob. Want ik wil hem voor je redden. Ik heb hem verziekt, ik wil hem ook voor je... Ja, kijk nou, zie je, dit is gewoon te doen. Kijk, heb je dit ooit gezien? Oh, hij doet de avocado ertussen. Wat? Maar dat moeten we laten zien. Hoe kunnen we dit laten zien? Hou hem even weer zo. Hoe kunnen we dit laten zien? Hou hem even weer zo. Nee, we moeten echt rustig. Hou hem vast, hou hem vast, hou hem vast. Dit is een mini-burger die we nu vasthouden met 2 vingers. Daartussen zit avocado. En het wordt een sushi mini-burger. Dit is heel onzichtbaar. Het wordt een burger. Een burger? Ik weet niet wat dat is. Gewoon een burger. Gewoon een burger. Met een beetje mayo misschien erbij. Wow. Ja. Nee, rustig. Oh. Dit is echt erg. Dit is erg. Heeft toch een beetje mayo nodig? Kom op. Hoppa, zo. Dat hadden we weg. Niet? Oh. Nee. Wil je misschien een beetje nieuw water hebben of is dit wel goed? Je hebt mijn water zo erg verziekt. Misschien is het nog wel lekker, Bob. Neem even een slokje. Oké. Okay. En? Nee, is helemaal niet lekker. Het is helemaal niet lekker meer. Komkommer. Nee. Oké. Ja. Plop, nog erbij. Ja. En gaan we met die banaan. Niet een beetje zalm. Zit dat hier niet bij? Sesamzaadjes. Sesamzaadjes. Een beetje sesamzaadjes nodig. Er komt ook een beetje zalm bij. Je moet op het einde. Zeg maar stop. Stop maar. Wow, 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 wow! Heb je stop gezegd? Ja, ja, ja. Oh, sorry. Slechthorend. Oud. Ik ben oud. Dat wist hij. Niet meer relevant. Luister. Ik ben nog 24. Hoe oud zijn jullie? 24. Weet je hoe ik word genoemd op mijn school? Nou, opa. Opa. Nee. Maar Dean, jij was net helemaal aan het vertellen over hoe jij... Jij zit in de peuterspeelzaal, toch? Over hoe jij met de dames aan het praten was op je studie. En die zijn 4 jaar oud. En daar blijft het ook bij. Hij is alleen maar aan het praten. En we blijven praten, maar joh. Maar vallen ze niet op zo'n oude man, een opa met wijsheid? Oh nee, dat is verkeerd, Tom. Inderdaad. Een man met levenservaring. Hoe is de burger? Is dit nu een burger? Is dit ook een tornado? Is dit een tornado? Dit stil zijn volgens mij. Oeh, jij gaat echt in je vingers snijden. Oh! Ik schrok wel helaas, toch? Weet je dat, hé? Je schrikt ook van speakerstand, hè? Ja. Van de fucking... Oh. Maar dit is een burger, want je ziet het aan de onderkant. Dit is een burger, dames en heren. Hoe doen we dit? Hoe kunnen we dit laten zien? Ja? Dat ga ik laten zien? Nou, oké, niet laten zien. Jij gaat het niet laten zien. Jammer. Nu weet ik niet, ik weet het niet. Hoe ga je het laten zien? Weet ik niet. Wacht even. We doen nog wat sesamzaad over. Doe er nog een stuk komkommer in. De top zit. Wacht even. Hey, welkom in de chat! Wat? Wat kan nou? Hoe kan dat nou weer? Dat is een heel groot... Geef hem aan mij! Geef hem aan mij! Goeie man. Oh nee. Nou. Dit is een fucking woestijnburger geworden volgens mij, moet je kijken. Ik weet niet hoe dichtbij ik kan komen. Dit is helemaal dat ziet er goed uit. Jongens, volgens mij is er nog één ding wat hier moet gebeuren. Volgens mij moet er nog een stukje komkommer in. Ja, agressieproblemen die man. Waarom huur je hem nog? Word ik gehuurd? Nou. Dit wordt een burger proberen. Ik wil hem wel proberen. Het is echt een goede burger. Ja, mag ik hem proberen? Oh. Mag ik hem dan 1 hapje en dan neem jij een ander hapje? Ja, maar je moet de helft, hè? Je moet de helft eten. Ja, dan doe ik dat wel. Jij mag ook een hapje nemen, hè, Dean, als je wil. Oh, ik zit vol. Neem... Ik zit vol. Weet je wat? Nemen we alle 3 de helft. Ja. Ik zit echt vol. Echt? Dat is niet de helft. Ja. Dat is gewoon, hij pakt de burger. Ja. Hij is de burger op. Ja. Ik neem ook een hapje. Nou, best lekker. Chili chicken volgens mij. Ja. Ziet er wel lekker uit. Dit is aardappelbruis met lekker. Het zijn water.